Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Ik heb mijn vlog al af, het is 11 uur. Ik was namelijk heel erg vroeg uit bed. Ik had namelijk een beetje stress van wat ik allemaal gewoon niet moest. Beetje irrationeel misschien, maar soms, weet ik niet. Dan heb je dat ineens als je in bed ligt, dan lig je maar te malen. Dan stelt het niks voor. Nee, dan lig je maar te malen en te malen en te malen. En dat had ik dus. En toen ben ik er om 4:30 of zo, 4:45, wat was het? 4:45. 4:45 ben ik eruit gegaan. Ik ga wel editen. Dat heb ik gedaan. Toen was ik om 7 uur was ik klaar. Boeba nog even uitgelaten. Ja, toen en toen ben ik even naar bed gegaan. En op zich is het best wel chill. Ik zat er al bijna aan te denken om het vaker te doen. Niet zo vroeg, maar misschien 6 uur of zo. Het is echt wel nice dat ik nou de hele dag nog heb. Dus nou kan ik de fiets gewoon plakken. Dan kunnen we daarna naar mijn ouders toe. Om de fiets weg te brengen. En dan kunnen we daarna weer naar huis. En dan kunnen we hier nog wat doen. Dus dat is echt heel chill. Moet nog een filmpje opzoeken hoe we die fietsband gaan plakken. We gaan dan de fietsband plakken nu. Ja, moet even kijken. We hebben de fiets binnen neergezet, want de regen zijn eerst keihard. Dus moet je hier maar binnen even staan. Oké, we gaan even een filmpje opzoeken, hè? Ja. Waar gaat hij dan? Als eerste moeten we de buitenband een beetje losmaken. We hebben van die klemmetjes voor, die zaten bij het reparatiesetje. Twee setje erop. En dan met de andere... Een rondje maken. Ja, vrek je hem los, zeg maar. Dit dus. Dan ga je gewoon de hele band langs. Vind je het leuk, ja? Grappig. Ik vind het altijd maar gedoe. Kijk, dat gaat heel goed. Op die andere kant ook? Nee, volgens mij niet. Volgens mij moet dan gewoon die... binnenband eruit. Ik hoop dat die veld nog een beetje wat is, want ik heb natuurlijk best nog een stuk doorgefietst. Dat is vaak niet zo goed. Vaak niet zo goed, maar... Nee, maar ja, ik dacht ik zal fietsen ook graag niet lopen. Nee. Moet ik dat met zo'n ding? Ja. Hoe haalt die dat eruit? Weet ik niet. Ja, zo denk ik. Nee. Ja. Kijk, de binnenband. Oh, hier, dit is het. Nice. Nou, die zit maar een zeur in de rug. Hè? Oh, zal wel weer vallen. Die zit nou die zin, maar is hij goed weer of wel? Geen idee. Gaan we zien naar zo'n oefenpompen. Nice. Er moet nu weer het ventiel eruit. Oh, dat valt mee. Ja, ik heb de dopje eraf genomen. Ja. Ergens leggen dat we niet kwijtraken. Ja. Heel goed. Pompen maar. En dan kunnen we zien waar het gat zit als het goed is. Nou, dat is behoorlijk. Dat is denk ik een flink gat. Moet je luisteren. Hoor je die? Ja. Daaien. Ja, daar. Daar volgens mij. Ja, die hè? Of niet? Dit hè. Ja. Ja. En het zit nog ergens. Ja, dat heb ik ook, maar dat kan natuurlijk gewoon onder mijn duim vandaan komen. Dan zetten we een kruisje. Oh. Ja, toppie. Niks meer aan doen. Zo. Ja, nou, die man is heel mooi om zijn hand, zodat het teruggetrokken weet. Maar bij ons zit precies dat ventiel daar, dus dat is een beetje lastig. Ja, en die man die had wel een grotere hand dan ik. Ja, ik wil toch wel doen, maar die blijft niet dat ventiel zitten. Ik vind het helemaal leuk. Schuren moet je dan. Dan blijft het stickertje een beetje plakken. Ja, dat zal goed genoeg geschuurd maar... zijn. Ja. Ja, tijd voor de lijm wou ik zeggen. Maar wat wil jij zeggen? Nou, ik vraag me af of deze stikkertjes de lijm nodig hebben. Dat lijkt me wel, anders zit het er niet bij. Wat is dit dan? Ja, want dit is dan het gat. En dan dit is schuren, dan is het lijmen, dan is het een minuut wachten, dan is het dit. Ja. Oké, nou. Waar is het gat? Daar zit nog iets van een bending. Oké. Dan moet er lijm op. Ruime hoeveelheid. Zij de beste man in het filmpje. En gewoon over de hele breedte deed hij het. Het moest groter zijn dan het stickertje. Oh, groter dan het stickertje? Ja. Oh, dat is grappig. Ja. Ja, het is natuurlijk dat er nog geen lucht meer via de zijkant van die randjes kan ontsnappen. Ja, zo? Ja, lijkt me redelijk. Ja, lijkt me ook. Heel mooi, dank u. Wachten! Denkbeeldig.
wachtmuziekje. Wat is die van die Lumio ook al, hè? Die moeten we inmiddels wel weten. Ja, dat ik weet het niet meer. Dat hoor niet meer, dat is echt zo heel irritant. Ja. 10 minuten is voorbij. Dus het plakketje kan erop. Lukt dat? Een idee, hoe werkt dit dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat dat, ja, dat is zilverachtig eraf moet. En dat je dan die kant erop moet plakken. Nou, vervolgens haal je ook... Dat andere eraf, ja, ja, dat klinkt denk ik. Oké. Okay. But I don't know. Nou. I am not a fietsenmaker. Die staat in mijn lucht. Oh. Ik kan de tentstreek niet meer zien. Uh-oh. Dat was lastig. Ja. Shit. Het is gelukt, gelukkig. We hebben het gat weer gevonden. Denken we, hopen we. We moesten van de man van het filmpje nog even een beetje de plek vocht maken. Om te kijken of er nog lucht op staat. En ik geloof niet dat dat het geval is. Ik hoor wel wat sissen, maar volgens mij staat de pomp. Ja, er komen geen belletjes. Nee. Misschien moeten we er een beetje afwasmiddel op doen. Ja, dat bubbelt meer. Ja. Oké. Welkom bij deze tutorial fietsenband plakken. Mm. En nou moet de binnenband er weer in. En dat was blijkbaar handig met een beetje lucht erin. Dus dat hebben we gedaan. Daarvan is hier heel goed in dit geprut. Ja, gaat het goed zo? Ja, volgens mij wel. Okay. Booba helpt uiteraard ook mee. Hey Booba. Dit is goed, jij. Dit gaat goed in. Nou, de binnenband zit erin. En dan moet de buitenkant nog weer in. In de velg. Dat is het woord wat ik zocht. Vast. Ja, ik denk dat je het gewoon kunt drukken inderdaad. Very nice. Uiteraard hebben wij, de experts die wij zijn, even gecontroleerd. Wat lach jij? Hallo? Hey. Hebben we even gecontroleerd of hier nog iets van een spijker of glas of iets zat. Maar er zit niks, dus waarschijnlijk gaat het goed zo. Dan krijg ik niet opnieuw een lekke band. Tenminste, hopen we dan. Item! Het kan op iets niet meer, want die is losgetrild toen mijn band lek was. Ja, vast wel met iets van schroefjes of zo. Maar... Even kijken. Ja, ach. Maak het uit, hoeft ook niet. Bezig zijn is Daphne gelijk begonnen aan haar fietsjes gekregen heeft van de buurvrouw. Die moest namelijk ook opgepompt worden en dat lukt steeds niet. En nu hebben we iets gedaan waar het blijkbaar niet eens wel lukt. Waarschijnlijk zat het ventieltje een beetje verstopt of zo. Dus nu is deze voorstelband ook weer hard. Even in de gaten houden dat hij niet leeg loopt, dat hij niet ook lek is. En Daphne is hem lekker aan het poetsen. Ja, dat was stoppen. Ja, het is heel lang niet gebruikt, dus... heeft Daphne weer ook weer een fatsoenlijke fiets. Terwijl ik die oma fiets trouwens ook wel heel leuk vind. Ja, maar... die is ook wel heel cool, omdat hij echt 100 jaar oud is. Ja, die is van Daphne's overgrootoma geweest. Ja. Ja, vet grappig. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Hier zit een versnelling op. Ja, misschien dat die oma fiets leuk is voor naar het station en zo. En dat dan dit voor het verder is. Ja. Tenminste, je moet hem natuurlijk nog proberen. Heb je er al op een fiets eigenlijk? Nee, want de Audi. Oh nee. Ja. Nou, straks even een testrondje maken dan. Ja. Tijd om je nieuwe fiets te proberen, toch? Ja. Ben benieuwd. Zit er een slag in het wiel? Ja. Oh ja, nou, is niet zo erg. Eén fiets. Fiets die verder goed? Oh. Kan hij niet schakelen? Wij zijn weer thuis en we zijn goed bezig, want we gaan nu schilderen. Dit kozijn, dat hebben we laatst weer hersteld met kit en zo. En dat gaan we nou nog even schilderen, zodat het maandag klaar is. Voor de jaloezie, want die worden als het goed is, maandag verzorgd. Daar heb ik wel heel veel zin in. En helemaal als het gewoon gelijk op kan hangen, want we hebben dat ophangsysteem van de vorige keer nog gewoon hangen. Dus eigenlijk kan die gewoon klik erin. Dus het zou heel mooi zijn als het gewoon een hele kozijn gewoon af is. En dat we het gewoon gelijk hebben hangen. Dus dat gaan we even doen. We gaan gewoon even een heel klein kastje, want we konden nergens meer kwasten vinden. Maar op zich werkt echt voor het kleine randje wel goed. Ja, dat zou wel, ja. Nice. Kijk, dat is vaak een teken dat we klaar zijn. Het is namelijk gelukt. Ja, morgen moet hij inderdaad nog een keertje. Het dekt inderdaad niet helemaal goed bij de randjes. Maar ja, dan is hij denk ik wel goed. Een stukje appeltjes met de beugel. Ah,
Wij zijn op de terugweg. We zijn alweer bijna in Almelo. Ik weet niet of jullie mij horen, want het waait behoorlijk hard. Maar we zijn bij mijn ouders geweest om de auto van mijn vader terug te brengen. En nu fietsen we dus terug. Bobby is ook mee. Kijk toch eens hoe schattig. En we moeten zorgen dat we terugkomen, want volgens mij is er storm op komst. Het ziet er behoorlijk grijs uit namelijk. Schatje. Bijna thuis. Ja. Wij zijn weer thuis en ik heb eten gemaakt. We eten linzencurry met bloemkool. Dat is eigenlijk een recept van een van een magiepakje of zo, maar die verkopen ze niet meer. Dus we hebben dit ooit een keer uitgeknipt en bewaard. En hier staan dan de kruiden op die je nodig hebt. Het is een hele waslijst. Zal ik het voorlezen? Zo, kan wel, misschien. Dat is goed, eet smakelijk. Curry, kurkuma, koriander, komijn, fenugreek, kaneel, piment, cayennepeper, zwarte peper, anijs, gember, knoflook, kardemom, gistextract, tomaat, knoflookextract, peterselie, koriander en kruidnagel. Dat is het, een aantal van die dingen hadden we niet, maar het meeste wel, dus dat heb ik allemaal zelf doorgeflikkerd. En het ziet er wel erg goed uit, moet ik zeggen, het ruikt ook lekker. En ik heb perenhonger, dus ik ga eten. Sander en Jorinda zijn hier geweest. Het was heel gezellig. We hebben spelletjes gespeeld, gekletst en ja, van alles eigenlijk. Nu zijn ze weg. Joris was ook mee, naar ons, superleuk. Ja, Daphne ligt al in bed. En ik dacht ineens dat ik de vlog nog moest afsluiten. Dat ik dat deze keer niet moet vergeten. Dus ja, bedankt voor het kijken. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren en dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Doei!